Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Verschuren van Emma's Tax Law en Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij dat er weer flink wordt gestaakt. Het kan best wel goed zijn dat mocht je vandaag met het openbaar vervoer willen, dat toch niet helemaal gaat. Streekvervoer staakt. En touringcarchauffeurs leggen ook het werk neer. Heeft er onder andere mee te maken dat veel van die touringcarchauffeurs ook in het streekvervoer werken. Trouwens ook morgen nog. De PostNL-chauffeurs die leggen vanaf vandaag het werk neer tot en met zaterdag. En daarbovenop staakt morgen ook nog de drankindustrie. Ja, dat wordt een nuchter weekendje. Allemaal als eis loonsverhogingen, lagere werkdruk, het bekende verhaal. En die stakingsgolf die teistert niet alleen Nederland. De Franse vakbonden roepen massaal op om te staken en te demonstreren. Daar gaat het over totaal iets anders, namelijk over de regeringsplannen om de pensioenleeftijd te verhogen van een comfortabele 62 naar een comfortabele 64 jaar. Nou, jullie zijn hier allebei gekomen, dus dat is fijn, niet geraakt door streekvervoer en dergelijke. Ik geloof dat 40% van de ritten uitvalt, dus dat is toch wel onhandig. FNV heeft in het streekvervoer die onderhandelingen geopend met een loonsverhoging van 20%. Luister even mee naar Tanja Koopal, woordvoerder van de vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. Die zegt, ja, het aanbod van de werknemers is niet bepaald realistisch. Dat is een vraag, dat is voor de openbaar vervoerbedrijven. Dat zou niet te dragen zijn. We willen ook allemaal graag dat de bus blijft rijden, uiteraard. Uiteindelijk hebben de vakbonden ook hun vraag verlaagd naar 14%. Ook 8% in het eerste jaar. En het loonbod wat nu op tafel ligt van de werkgevers openbaar vervoer voor de CAO is 8% voor één jaar. Ja, 8% loonsverhoging. En FNV zegt dat is eigenlijk een beetje te weinig. We gaan staken. Wat vind jij? Nou ja, als je het vergelijkt met de stijging van het minimumloon, dan is het natuurlijk wel weinig. Want die is ruim 11% geloof ik gestegen. Ja. Maar ja, En als je naar de inflatie kijkt, dan red je het ook niet? Nee, zeker met de inflatie ook niet. Dat is ook inderdaad nog een lastig dingetje. Maar aan de andere kant is er ook niemand bereid om nog heel veel meer voor het openbaar vervoer te gaan betalen. En ik denk dat het in dat opzicht dus ook wel een wisselwerking is. Mm-hmm. Want als wij met z'n allen niet meer geld willen betalen voor het openbaar vervoer, dan is het ook heel moeilijk om de lonen te verhogen. Ja. Omdat wij gewoon niet bereid zijn om die lonen eigenlijk te laten verhogen. Nee, want wij zeggen ook, OV is al duur in Nederland. Ja, zeker, ja. Dus? Ja, als wij niet meer willen betalen, denk ik dat het voor de bedrijven heel lastig is om ze dan dus wel meer loon te gaan geven. Ja, vind je 8% erbij redelijk deze tijd, Tom? Ja, vind ik wel. Als ik het vergelijk met de overheid, hebben we dit jaar 1,5%. Dus dan vind ik 8 al vrij fors. Mm-hmm. Maar goed, staken is ook een recht. Dus ik kan heel goed begrijpen dat ze nu staken. En daar heb ik alle sympathie voor. Ik moet wel zeggen, hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt dan om die sympathie te behouden. Maar nou, die 8%, vooral ook in dat eerste jaar, ik zou zeggen, FNV, ga dat gesprek aan. Ja, jij zegt hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om die sympathie te behouden. Maar het is natuurlijk juist, als jij werkgever bent en je weet van tevoren, nou, die gasten die staken 2 dagen en daarna gaan ze weer lekker rijden. Ja, dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin. Nee, dus als je staakt, dan moet je ook wel flink je poot stijf houden. Nou ja, absoluut. Ja, wel eens. Want dan moet je het ook doen. Anders word je niet serieus genomen. Mm-hmm. En het gaat dan denk ik ook om het soort acties. Hè. Bij de boerenprotesten hebben we op een gegeven moment gezien, daar werd het wat meer rellen. Zaken die niet door de beugel konden. Mm-hmm. Ja, dan wordt de sympathie minder. Maar als je goed communiceert en zegt van, we rijden niet omdat het hier en hiervoor is en we hebben het al moeilijk, nou, dan kan ik het begrijpen. Ja. En de Fransen, dat is trouwens weer een hele andere casus. Ja. Daar hebben ze een systeem dat de werkenden moeten betalen voor de gepensioneerden. Ja. Ja, en als je dan ook nog eens vergrijzing hebt, dan wordt dat op een gegeven moment onhoudbaar. Dus zeg ik, alsjeblieft, doe er een paar jaar bij. Ja, en Fransen die staken natuurlijk überhaupt graag. Net als Belgen, net als Britten en dergelijke. Dus we zijn misschien nog ineens zo'n heel extreem landje wat dat betreft. Maar als je misschien ziet staken, doet ook wel staken. Als je overal ziet dat er gestaakt wordt en dat het misschien ook wel een beetje werkt. Zou er denk je dat er meer gestaakt gaat worden de komende tijd, Emma? Nou, ik vind het de laatste tijd sowieso al best wel veel. Want nou, een paar weken, maanden geleden, hebben we gehad. We hebben geloof ik de kruidvatten gehad. Er zijn allerlei sectoren die We hebben dan nu weer het openbaar vervoer. Nou ja, dan nu wel regionaal. Maar pas geleden hebben we ook een megastaking van het landelijke OV gehad. En nou ja, ik weet niet, als ik kijk naar hoe het hiervoor was, heb ik het idee dat er veel minder gestaakt werd. Ja. Dus
Ja, dat vergelijking met hoe het nu is, zijn er echt veel meer stakingen. Ja, maar is ook logisch, hè? Want ja, het is economisch gezien een moeilijke tijd. Enorme inflatie. FNV krijgt er ook leden bij, ook bijvoorbeeld jongeren vooral. Dan denk je van, nou ja, vroeger was dat toch het grijze mannenclubje en daarvan dacht je dat sterft vanzelf uit. Maar dat is toch, heeft toch een hele nieuwe impuls gekregen. Ja, dat is begrijpelijk, want mensen willen er geld bij en dat krijgen ze niet.